Als jij, als jij iets moet verkopen, ja, bij jou zou ik echt met tassen vol naar huis gaan. als jij voor mijn deur zou staan. Nou, was dat maar met... zo'n feest. dan had ik nu niet in deze werfkelder <laughs> gezeten, kan ik je vertellen. Maar als je produceren wil, dan moet je presenteren. Dit is de presentatiepodcast, weer met je host, Erik en Bart. Want als je produceren wil, dan ga je presenteren. Dit is de presentatiepodcast, weer. Je bent je host, Erik en Bart. Welkom, leuk dat je kijkt en luistert bij weer een nieuwe presentatiepodcast. En we gaan het hebben over iets waar heel veel mensen vaak een heel naar gevoel bij krijgen. Dat is namelijk hoe presenteer je een advertentie voor online? Ja, dat kan YouTube zijn, dat kan op Instagram zijn, dat kan op Facebook kan dat zijn. En dat is best wel lastig. Hè? Want als je een onderneming hebt, ja, dan, dan heb je dit misschien wel eens moeten doen: hè? Een, een advertentie maken voor je eigen bedrijf, waarin je dus zelf gaat presenteren. Nou, ja. we gaan het hebben over wat de go's zijn, wat de no-go's zijn. En we gaan je een beetje handvatten geven om hier goed in te worden en om te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk denken. Met jou wil ik samenwerken of jouw product wil ik kopen. Volgens mij een hele nuttige podcast. Veel mensen zitten hiermee. Nou, zeker weten, ik zat hier tot, tot eigenlijk nog niet zo lang geleden ook mee. Dus ik vind het wel leuk dat ik deze mag leiden en dat ik het bij jou mag neerleggen. Want Bart, ja. jij bent toen wij samen eigenlijk aan LeerMij begonnen. Toen had ik wel zoiets van: jij bent hier echt heel goed in. Jij kan dit. Jij oh, bent ja. heel goed in de manier waarop je. Ja, dat vind ik wel. Als ja, ja. jij, als jij iets moet verkopen. Ja, bij jou zou ik echt met tassen vol naar huis gaan als jij voor mijn deur zou staan. Nou, was dat maar zo'n feest? Dan had ik nu niet in deze werfkelder gezeten, kan ik je vertellen. <laughs> nee, maar je, nou ja, ik vind wel dat je er heel erg goed in bent. Maar hoe vind jij het om te doen dan? Nou, dat, dat, dat zijn twee verschillende dingen. Goed in zijn en het leuk vinden, dat is echt compleet iets anders. Uh, maar dat goed worden, ik vind helemaal niet dat ik er goed in ben. Ik vind dat andere mensen hier vele malen beter in zijn. Ja. Uh, er zit namelijk echt zo'n heel dun randje dat het goed is, dat je het, dat je het gelooft, dat je het ook leuk vindt om naar te luisteren. Dat de dat commercial ook gewoon grappig kan zijn. Ja. En het kan echt super irritant zijn. Dat je denkt: ah, oh, niet weer die gozer met die krullen en met het afschrikkelijk. Oh, daar heb je hem weer. En nou ja, dat, dat lijntje, dat ga ik vaak over en dan gaat het weer mis. Maar ik heb het vooral geleerd door heel veel te luisteren naar andere podcasts. Hoe zij het aanpakken. Ja. Ik ben naar seminars geweest waar ze het erover hebben. En ja, dan, dan, dan leer je er een beetje mee omgaan. Ja. Ik heb ook meerdere opgenomen. En dan wordt het ook ietsje minder awkward. Maar het ja. blijft nooit leuk. Maar kan je me heel even meenemen hoe, hoe, hoe dat voor jou was om te doen? Om zo, want jij, jij hebt dit wel eens opgenomen voor je eigen bedrijf, voor Grow Media. Ja. Hoe, hoe was dat? Nou, ik heb hiervoor... Dat was 2019. En dat was de allereerste keer dat ik dat ging doen. Want toen begon ik een beetje me in te lezen over het fenomeen online marketing, je denkt, ja, dat moet ik ook hebben. Ja. Zo'n advertentie op Instagram. <laughs> en als ik dat heb, dan gaat iedereen daarop klikken en dan word ik rijk. <laughs> dat dacht ik. En zie hier! <laughs> en hoe moeilijk kan het nou zijn? Ik heb uh, tien jaar voor tv gepresenteerd. Ik ram even zo'n videootje erop. Ja. Dus ik had mijn vlogcamera gepakt. <laughs> ik liep hier naar buiten, buiten de werfkelder en ik denk, nou, nou gaat het komen, dan ga ik iedereen ervan overtuigen... dat uh, ze zometeen naar deze workshop presenteren... in de werfkelder moeten komen. Ja. Ik denk dat ik er anderhalve dag mee bezig ben geweest. Echt waar? Het ging echt totaal niet. Waarom niet? Ja, ik vond mezelf vooral ongelooflijk irritant. Uh, dan geloofde ik mezelf weer niet. Dan denk ik, wat ben ik nou? Ga ik nou zelf vertellen hoe fantastisch ik ben? Nee, dat werkt ook niet. En, en, en het ergste was nog dat ik zag... dat andere mensen naar me aan het kijken waren buiten. Dan dacht ik, hè, bah... Zien nu wat voor verschrikkelijk smooth guy ik ben? Oh nee, ik ben dat nu ook geworden. Die verschrikkelijke kerel die iedereen gaat afzeiken op Instagram. Ja. Dat gevoel had ik. Ja, nou, dat is wel leuk dat je dat zegt. Hè? Die verschrikkelijke kerel op Instagram. Want ik, ik denk als we het gaan hebben over, over, over dit soort video's, dit soort advertentievideo's, dan, dan, dan is er een gast op Instagram. Ik ben even zijn naam kwijt. Help me even. Tja, Ruan onder andere. Ja, ja. Dat, dat is een, een Aziatische good-looking guy, is dat, die dan ergens in Bali zit. En dan gaat hij vertellen over hoeveel geld die verdient en hoe jij dat dus ook kan worden ik verdien elke maand uh, 20k en ik ga jou helpen die, die moet dat... jij ook doen oh man <laughs> ja. vreselijk je wordt er echt mee doodgegooid maar wat vind jij er dan zo verschrikkelijk aan als je dat hoort um, en als je zo'n commercial ziet online het is zo uit de hoogte allemaal weet je ik vind het prima als jij succesvol in een bedrijf bent en je daar andere mensen mee wil helpen maar ik, ik, ik misschien is het wel heel erg Nederlands dat ik denk doe een beetje normaal het is gelijk die flappen. Weet je wel, gelijk laten zien hoeveel geld je hebt. Ja, dat, dat, ja, dat doen wij in Nederland niet. Ja. We, wij, wij lopen niet zo snel te koop met, met, met wat we hebben. Terwijl we dat zelf in onze online training presteren voor camera, hebben we het er ook over. Van ja, je moet wel op een of andere manier laten zien. Ja, dat je een beetje geloofwaardig bent. Dat je ja. ervaring hebt in dat gebied. Ja. Dus, en dat doen ze. Dus wat is daar dan fout aan? Nou, het is wel grappig dat je dat er even bij haalt. Want dat is wel iets toen, wij, toen jij naar mij toe kwam. met het idee om, om samen dit te starten. Wat ik super tof vond, maar ook heel eng vond. Omdat jij jij komt echt uit een soort van veel meer dat, dat marketingwereldje. dan dat ik kom. Ik neem mijn video's op en ik. Hey, ik probeer mijn ding zo goed mogelijk te doen... en mijn presentatie zo goed mogelijk te doen... en ik heb dan een scriptje of een dingetje erbij en klaar. En toen kwam opeens kwam het moment dat van... ja, maar we moeten nou ads gaan opnemen. <laughs> en we moeten bepaalde sale-video's... Ja. en het moet zo en zo moet dat gebrand, gebrand worden. En dit moeten we zeggen. En weet je, als je dat voor een ander bedrijf doet... we hebben allebei ook klanten... waar we af en toe wel presentaties voor opnemen... dan is het niet zo erg, want het is niet voor jezelf... en je, je praat niet namens jezelf. Maar dat is waar iedereen elke ondernemer moeite mee heeft... met je eigen toko... je eigen diensten verkopen. Dat is echt het moeilijkste wat er is. Ik vind het zo jammer dat ik nog nooit met jou gepokerd heb. We moeten we trouwens echt een keer gaan doen. Ik maak je kapot. Nou, ik betwijfel het. Want <laughs> ben jij bent zo in... makkelijk te lezen. Dat... Ik keek jou aan en je, ik zag aan jouw ogen... oh, wat verschrikkelijk dit. Moet ik dit gaan doen, ja. die advertenties? Ja, ja. Ik weet, heb ik daarover gelogen ooit? Volgens mij dat nee, niet. Nee, heb je nooit over gelogen. Nee, toch? Nee. Nou, maar je zat wel allemaal ja te knikken... maar ik zat, zag in je ja, ogen de angst. Ja, man. Ja, dat... Maar is ook zo, het zweet brak me uit. Nee, maar het is echt waar. Ik vond, ik vond het echt dat ik dacht van, omdat we ook net begonnen waren. Jij, al, jij had al helemaal een overtuiging geschetst voor jezelf van, uh, dit moeten we gaan doen hier. Dit gaan we groot maken. En dat geloof, en dat was er bij mij gewoon nog niet. Nee. Maar ik moest wel die video's gaan opnemen waarin we vertelden hoe fantastisch we waren. Ja, ik heb daar, in het begin heb ik daar echt wel even moeite mee gehad. En wat, en... Uh, maar toen zijn we het gaan doen. Dus ja. toen zijn we uiteindelijk naar de studio gegaan. We hadden een scriptje geschreven. Ja. hoe vond je dat? Omdat toen uiteindelijk een puntje bij het paaltje kwam. Bij mij is het, is het uh, uh, is, is, is pas eindelijk het, het kwartje gevallen op het moment dat we feedback kregen van de eerste mensen vanuit onze online training die helemaal lyrisch waren. Ja, dat is te gek. D dat, dat was voor mij ook pas echt het moment dat ik dacht, oh ja, we zijn echt, we zijn echt ja. iets vets aan het doen hier. zo We helpen mensen. Dat is het, denk ja, ik. Ja, dat is het. Maar, maar dat was op dat moment nog niet zo. Nee. Toen hadden we... Maar toch ging je er wel met volle overtuiging ja. in. Maar uiteindelijk... Ik, 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 ik heb jij daar ook nog niet persoonlijk over gesproken. Hoe vond je dat toen, om die eerste advertenties op te nemen? Ja, gewoon niet leuk. En ik, ik heb het ook met mijn vriendin ook echt wel eens over gehad. Ik dacht, ik vind dit echt heel moeilijk. Want dit... Hier kom ik niet vandaan. En dan kwam jij naar me toe. Ja, maar jij kan dit. Weet je, de manier waarop je met mensen kan praten. Ik doe nu ook hè, bedrijven bellen om te kijken van... Hé, hey, wij hebben iets ja. graaf Blijf ik ook nog steeds moeilijk vinden. En ik denk dat het belangrijk is dat ik daar mijn eigen manier een beetje in vind. Maar ik, 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 ja, ik, ik leer continu bij. Maar, ik, maar heb je er wel doorheen geslagen? We gaan dat straks trouwens in de podcast. Gaan we het over die tips en tricks hebben? Over hoe je dit nou wel kan doen. Zodat het wat beter voelt. Ja. Want dat, dat is er uiteindelijk. Het is vooral een soort mindset wat je moet gaan hebben. Ja, ja. maar dus ik vind het ik... wel knap dat je er doorheen hebt geslagen. Uiteindelijk nou, toch wel. Ja, ja, ja. Is gewoon hier eventjes gewoon een klein complimentje ja, krijgen. Zeker. <laughs> het kan nog altijd beter. <laughs> <nee. lacht> Gelukkig, maar Gelukkig. dat kan altijd. Dat is, dat is, Zeker, bij, ja. dat is bij ons beiden, is dat zo. Um, ik vind het wel leuk om, om, om het even te hebben over uh, wat moet je nou wel en, en wat moet je nou vooral niet doen als je zo'n zo advertentie opneemt. Ja. Want mensen denken dan op een gegeven moment, hè, dat dacht jij ook, ik pak mijn vlogcamera, ik zoek een mooi plekje uit, hier midden in Utrecht met een beetje water op de achtergrond, een ja. beetje wind. Die is voor, voor de deur hier. Ja, dus, precies, <laughs> precies. Dus dat, dat is heel makkelijk. Maar ja, is, is dat dan genoeg? Nee. Dus dat is zeker niet genoeg. Alleen, weet je wat ik lastig vind als je het over no-go's hebt? Ja. Wat je absoluut niet moet doen. Kijk, die sja, die doet allemaal dingen. waarvan we straks dus gaan zeggen dat ze niet goed zijn. Ja. Maar die gozer, die heeft een partij Knaken. Ja. Die heeft uh, verschillende huizen over de wereld. Ja, daar heb je gelijk in. Die, tenminste, het komt over alsof hij zijn droomleven leeft. Geen idee of dat echt zo is. Zo komt het over. Maar voor heel veel mensen is dat. De droom. Dus die willen dan precies gaan kopiëren wat Sja ook doet. Ja. Maar ja, wa waarom zeggen wij dan dat, het, dat ze dat juist niet moeten doen? Dat is een goede vraag, want blijkbaar werkt het. Ja. Dus, dus ergens kan je ook wel zeggen, hij doet ook wel iets goeds. Hij doet zeker iets goeds. Hij, ja. ja, hij heeft veel volgers, heeft hij... Waarschijnlijk heeft hij veel geld, want dat zie je ook al hè, op, op, op deze gasten. Hun Instagram. Hè, dus ze, ze lopen er redelijk mee te kopen. Oh, so Mooie auto's, veel tripjes naar het buitenland. Oh, dat is zo bizar, joh. Het echt. is ongelooflijk. Maar uh, het, uh, weet je, laat ik dan zo zeggen: mm -hmm. als jij een bedrijf hebt wat hier heel erg bij aansluit, bij de manier waarop hij zaken doet met de, de, uh, de doelgroep die die misschien aanspreekt. Ja, misschien zou dat wel voor jou kunnen werken. Maar los van dat is het denk ik wel... Ik is... denk dat het vooral heel veel jonge gasten aanspreekt. Ja, maar dat is het. Dan heb je dus met een doelgroep te maken. Die Kids net van school. Die willen gewoon fast money. Yeah. Die willen gewoon snel geld verdienen. En het maakt ze eigenlijk niet, zo niet zoveel uit hoe ze dat verdienen. Nee. Zolang ze maar geld kunnen verdienen. En dan kom je in dropshipping terecht... waarbij je goedkoop dingen uit China haalt... en dan hiervoor veel meer geld wil verkopen... Ja, een paar bedrijven lukt dat, maar, maar ook niet elk bedrijf. Maar ik denk wel dat één ding, en misschien heeft die Sja dat wel, is één ding is denk ik heel belangrijk: is dat je gelooft in hetgeen wat je wil verkopen. Mm. Laten we dat even, ja, we gingen eigenlijk naar de, de no-go's, maar dat is even een go. D dat is denk ik ja. echt, echt, echt heel erg belangrijk. Ja, wat die Sja heeft. Die gozer, ik kan me voorstellen dat hij heel veel chickies om zich heen heeft. Die wel denken van, nou, wat een lekkertje. Ziet er goed uit, gespierd, succesvol. En hij heeft daardoor ook een soort zelfvertrouwen gekregen. Nog meer dan hij al had, want hij had het al echt wel flink, denk ik. Ja, wist ik zo. Maar als hij staat, je moet hem maar eens googlen. J-I-A en dan spatie, R-U-A-N. Maar hij staat rechtop zelfvertrouwen. Ja. Hij kan de wereld aan, jongen. Die die gozer die vliegt, ja. weet je wel? Zo, ja. zo komt hij over. En als je dit als kijker ziet, dan denk je, ja, dit wil ik ook. Het werkt heel goed. Maar goed, het is voor heel veel mensen gewoon heel cringy. Het, het, oh, ik kan er ook heel moeilijk naar kijken. En, nog, en dan even door te gaan naar die no gos Wat? Waarom noemen wij het een no-go? Het is meer gewoon hoe wij op dit moment in het leven staan. Is dat. Niet iets wat wij graag zouden willen. Wij nee. willen niet zo graag overkomen op mensen. Ik nee. denk wat wij graag willen heel erg. Veel meer dan geld verdienen. Dat is leuk als we er straks een beetje van kunnen leven. Maar het belangrijkste daarbij is, is dat we echt daadwerkelijk mensen, mensen helpen. Ja. En je zei je net al, dat is het moment toen ik merkte dat we echt ja. dat we impact kunnen maken. En dat mensen er echt heel erg blij mee zijn. Ja. Dat is hetgeen wat mij ook uit bed krijgt maar die yoghi's van 18 die hebben dat veel minder. Die denk ik wil gewoon op mijn bankrekening kijken morgen... en dat dat drie ton staat. Ja, maar, dat, maar ik denk ook, misschien is dat een belangrijk punt. Ik denk dat hij zal echt wel een aantal mensen helpen... die er ook heel succesvol van worden. Zeker, maar ik denk, dat er, ja. ik denk dat het grootste gedeelte bij hem... als je gaat kijken naar gemiddeld gezien... dat, dat de grootste groep eigenlijk faalt. Niet volhoudt en, 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 en dat hij ze niet echt kan helpen. En dat er een heel klein select groepje is... die die absoluut wel zou kunnen helpen. En, en misschien wat wij doen... is dat we veel meer de mensen die er zijn... Die 100% die ons volgt of bij ons een training afneemt. Mm -hmm. Daarvan weten we ook dat ze. Nou, ja, sorry, het is ook een beetje eigen geilerij. Dit. Maar wij weten dat we ze ook echt kunnen helpen. Ja, dat en dat ze ook echt aan het einde ja. allemaal stappen hebben gemaakt. En om daar even om weer een beetje de lijn terug te pakken. Ja. Ik denk de mensen die wij helpen. Dus die nou ook naar deze podcast luisteren. Ja. Dat zijn niet die dropshippers die snel geld nee. willen verdienen. Die willen daadwerkelijk mensen helpen met hun producten of ja. diensten. En daarom. Zijn wat we nu als no-go's gaan noemen, ja, we... zijn ook echt daadwerkelijk no-go's. Laten we, laten we ze even doornemen. De, ja. de allereerste, overkomen als een autoverkoper. Te smooth en te gelikt ja. presenteren. Dat hoort er een beetje bij. He, dat je echt over een product, over iets vertelt. Oh, dit is helemaal fantastisch. En dit is er gaaf aan. En dit is er goed aan. En bla 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 mm. bla. En dat het allemaal veel te gelikt overkomt. Je moet vooral niet vertellen dat jij zo fantastisch bent. En dat je producten zo fantastisch zijn. Je moet het laten zien. Ja. Um, en, en het is natuurlijk in een sales video heel erg moeilijk om dat niet te doen. Want ik had daar ook moeite mee de eerste keer. Mm -hmm. Ja, ik heb 20, 30 seconden om alles te vertellen. Ja. Ik moet een stuk uh, credibility, expert status uitstralen. Ik moet vertellen wat voor. Een het, wat het probleem is, ik moet de oplossing vertellen en dat ze ergens iets moeten gaan doen. Ja. Nou ja, dat is een hele korte tijd. En ja. ja, zie dan maar eens niet als kokkie, als uh, overdreven, als een auto verkopen over te komen. Nee, precies. Uh, uh, een, een ander punt. Vaag blijven over wat je uiteindelijk te bieden hebt. Oh, ja. Weet je wat? Dat, dat zie je dus ook in vaak in, de, in, in heel veel salesvideo's, heel veel ads. Zie je dat ze een soort van wel een hele gave wereld creëren en dit zou jij kunnen doen en, 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 en dit kan je ermee nou, bereiken. Laat ik me maar even terugpakken over de. Podcast die wij vorige keer hebben gehad, dat we een advertentie gingen behandelen van twee dames. Ja. Dat was ook een sales video. Ja. Die ook allemaal heel erg in de oppervlakte bleven. Ja. Maar Kan je het voorbeeld noemen? Waarom bleven zij op de in? De oh, zo, nou, ze hadden het op een gegeven moment over. Oh, de, uh, uh, Marjolein, noem ik hem maar eventjes, Is alles business. Alles is business. Ze heeft met de grootste multinationals gewerkt. Business, business. Je gaat als een raket. Maar, alles is groei. Alles is groei. Uh, ja, maar nergens. Uh, ik, ik had zoiets van. Als je, als je wil uitstralen dat je, dat, je, uh, dat je mensen kan helpen, dan mag je mij ook eventjes vertellen. wat het dan is met welke bedrijven je hebt samengewerkt, zodat ik een beetje een referentiekader hebben. Ik kan hier op straat van iemand tegenkomen die zegt, joh, ik, ik werk met de grootste partij samen. Geloof het hier dan ja. meteen? Nee, je moet het je moet het soort van ergens een beetje bewijzen. Dus dus dat Vaak is. Denk ik, blijven is. Het... Werkt niet, werkt niet. Nee. Um, nou, dan, dan heb je inderdaad je al, Je hebt 20, 30 seconden en dan denk je, weet je wat ik doe? Ik zet al mijn tekst, zet ik gewoon in een autocue, zo'n teleprompter noemen we dat dan ook. En dan lees ik het gewoon in één keer op. Dan weet ik dat ik waarschijnlijk al binnen die tijd zal blijven. En een top, toch? Ja, het lijkt maar, het een gouden ei, hè? Ja. Zo makkelijk. Ja. Maar, het probleem daarmee is, is dat je niet meer overkomt als jezelf. Je, je, je bent een soort van aan het oplezen en het probeer je dan zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar weet je het probleem is? Je bent compleet inwisselbaar. Dat kan net zo goed je buurman zijn die jouw tekstje voorleest. Ja. Ik zou ook zeker, laat niet iemand anders jouw ads doen. Sowieso. Jij bent het gezicht van je bedrijf. Laat maar zien wie jij bent dan. Ja. De reden waarom mensen uiteindelijk klikken op die ad en doorgaan naar jouw pagina, is ja. omdat ze jou leuk vinden. En denken, volgens mij heeft die gast echt iets goeds aan te bieden, of die vrouw. Ja. En als jij er een beetje saai bij staat en je doet je advertentie zo. Ja, ja. maar is het niet een beetje. Want ik, ik kan me voorstellen als mensen met een auto werken. dat ze niet bewust dat zo doen zoals nee. jij zegt. Jij neemt ook wel eens wat met auto queue mm. op. En jij zou ook wel eens een keer zo'n advertentievideo met auto queue opgenomen. Als je het heel vaak hebt gedaan. zou ik niet per se zeggen. doe het niet. Nee. Alleen als je er net mee begint. is dat best wel eens okay, lastig. Hè? Dat is want, wel even een goede. Wat, ja. wat maakt het lastig aan het begin dan? Het werken met een auto ja. Aan het begin. Nou, is, is dat mensen zo. Uh, ze hebben een bepaalde tijd. Om die tekst op te lezen. Want die tijd gaat langzaam van beneden naar boven. En als die weg is, is die weg. Dat kan je hem niet meer terughalen. Wel met een afstandsbediening. Maar, maar niet in je presentatie. Want je hebt maar beperkte tijd. Dus je moet zorgen dat je binnen die tijd die tekst uitspreekt. En mensen gaan zo bezig zijn met alleen maar. Oké, okay, oh, praat ik niet te snel. Ik, en dit moet ik vertellen. En dat moet ik zeggen. Dat ze ja. helemaal niet bezig zijn waar die tekst eigenlijk vandaan komt. Dat is het. Ja. Dat denk ik ook. Je bent woorden aan het oplezen. Ja. Maar je voelt het niet gevoel... dat, hele, dat een woord een bepaald gevoel meedraagt ja. en dat je dat over moet brengen op camera dat is helemaal weg. Nee, dan heb ik liever dat je, dat je de helft van de tekst schap bij wijze van en dat je gewoon lekker uit je gevoel kan praten en je pauze kan laten vallen en dat je daar maar wat minder vertelt mm -hmm. dan, dan dat je gaat proberen om in die 30 seconden door middel van die queue zoveel mogelijk informatie over te geven, want met alle respect stuur dan maar gewoon een nieuwsbrief op, dan lees ik het wel dat is misschien nog beter. Precies. Dus uh, misschien, misschien is dat Hoe vaak klik jij eigenlijk op een ad? Uh, ik, bijna nooit denk ik. Althans, dat denk ik, hè. Ik denk dat een goede ad... zie je nee? misschien ook niet als een ad, zeg maar. Maar... Uh, kijk ik wel, hoor. Nou, ik wordt daar goed getarget. Zo... Ja, maar dat wordt nu wel steeds moeilijker. Apple heeft daar een beetje stop ja, voor gestoken, dat is een ander verhaal. Even. Maar uh, nee, ik moet zeggen, als er iets voor een editprogramma voorbij komt, zoals Final Cut Pro, dan zie ik af en toe wel dingetjes. Ja, dan zal ik daar inderdaad toch wel op klikken. Als het een beetje goed eruit ziet en ik denk, oh, dit wil ik ook kunnen maken. Ja, ja dan wil ik daar inderdaad nog wel eens gebruik van maken. Maar echt iemand die dan wat presenteert en dat ik mm -hmm. daardoor overstag ga, dat gebeurt niet zo, niet zo heel erg vaak. Wat ik wel belangrijk vind, is als ik zo'n type video zie, vind ik humor altijd heel erg leuk. Dat als iemand zichzelf niet te serieus neemt en een klein grapje tussendoor maakt. Ja, en, en, en de laatste no die ik even wil bespreken is, is mannies. Wil jij nou echt iets serieus verkopen waarin je gelooft? Ga dan niet gelijk met geld strooien. Ga niet gelijk zeggen: ja, want je kan je, dit kan je zoveel geld besparen, dit en dit. Je moet eerst even een band met me opbouwen. Weet je, als je meteen gewoon met, met geldbriefjes voor mijn neus gaat wapperen. Ja. Ja, bij mij werkt dat heel averechts in ieder geval. Maar daarvoor moet je dus heel goed weten wie je doelgroep is. En wat hen triggert om uiteindelijk wel op die advertentie te klikken. Ja. Jij moet het eindresultaat van hetgeen jij me nu aanbiedt, ja. dat moet je echt in je core voelen. Van ja, dat ja. wil ik, dan ga ik klikken. Ja, dat is leuk. Zullen we het dan gelijk hebben over de goes? Over wat je inderdaad wel, wel moet doen als je, ja, als je gewoon een advertentievideo moet maken. Allereerst uh, film jezelf met je telefoon. Kom vertrouwd en dat komt persoonlijk over met je telefoon. Ja, vinden we dat? Is dat, is dat niet gelijk? Weet je, de, 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 de kwaliteit is minder, toch? Is er dan een hele ga dure... Mijn, ga je nou mijn punt af? <laughs> ik, ik ga hem even. Okay. Ja, is dat, is, dat, is dat een goed punt, Bart? Ja, maar we hebben hier natuurlijk wat dingetjes voor ons staan. <laughs> zodat we een beetje een leidraad ja, hebben. Je hebt het opgeschreven? Ja. Film <laughs> jezelf met je telefoon. Ja, is het echt. Want wij zitten hier met, met hartstikke dure camera's. Zijn we hier aan het filmen? Ja, maar weet je wat het is? Wij kunnen dat nog wel verkopen. We hebben videoproductiebedrijven. Leren mensen hoe ze dit moeten doen. En ja. als je dan met je telefoontje gaat, dat vind ik hem altijd een beetje iffy of zo. Ja. Maar ik vind altijd wel dat als jij. Nou, ik denk als je dit luistert en je bent bijvoorbeeld een coach. Je leert, uh, je gaat mij leren hoe ik positief in het leven kan staan weet ik wel <laughs> kom even niet op iets weten. <laughs> maar dat je de, als je dan oh, heel mooi geproduceerd alles laat zien ja. dan dan voelt dat bijna een soort afstandelijk in plaats van dat je naast iemand staat en ja. dat gevoel heb ik wel als je met je mobiele telefoon filmt dan heb ik het gevoel dat ik nu naast je sta en het gewoon als een vriendin aan je vertel ik ja. denk dat ik daarom dat punt heb opgeslagen anders is het een beetje nep ja en als jij dat dan, die advertentie, zo kan presenteren. alsof je het echt naar je beste vriendin uh, vertelt. Ja. dan ben ik veel sneller geneigd om te klikken. Ja. Maar jij hebt dat dus niet. Nee, ik wilde oh. jou even uitdagen. Oh, gewoon. Oh, ik oh, vind ja. het dus ook leuk om dit even te bespreken. of dat echt zo is. Want ik kan ja. me voorstellen dat mensen daar ook wel een beetje denken ja met mijn telefoon moet ik dat dan wel willen is die kwaliteit wel goed genoeg man je kan tegenwoordig filmen met je telefoon in 4k hou op weet je die dingen zijn hartstikke goed ja. hiervoor te gebruiken en daarbij als jij denkt van ja maar dit ga ik even goed produceren dan is dat nog een struikelblok voor jezelf om ja. uiteindelijk te beginnen hiermee ja ja want misschien is dat wel goed om nog heel even mee te nemen is dat kijk uiteindelijk als jij als jij met bedrijven wil samenwerken met, met multinationals business 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 je gaat dus een rekening dat, dan is het natuurlijk belangrijk dat je, dat je goed voor de dag komt. Dus dat je ook qua plaatje, hoe je gekleed bent. Maar ook inderdaad de camera die je gebruikt. Die moet dan misschien wel even een 2.0 zijn. Maar als jij net met je bedrijf begint. en je bent misschien wat kleiner. En ja, je, je weet nog niet wat voor een investering je daar moet doen. Kijk, dan is een telefoon misschien wel goed genoeg, toch? Moeten we dat zo een beetje plaatsen? Zeker. En, en de, de aanvulling daarbij, als jij dat voor een kleinere doelgroep doet en voor een doelgroep met andere coaches, of weet ik veel, dan kan je ook een heel duur product aanbieden. Van 2, 3, 4, 5, 10.000 euro. Ja. Maar als jij dan een ad gaat opnemen met je mobiele telefoon... voor een, een, een cursus van 10.000 euro, dat matcht niet helemaal. Nee, Als is, jij die dure duidelijk. cursus aanbiedt... dan moet jouw hele cursus ook ja. wel voldoen aan die verwachting. Ja, snap dat ik. Dat is uh, als je daar een advertentie voor opneemt. Hey, dus volgende. heb je een goed punt. Wat, uh, wat nog, meer? Wat, zijn er uh, nog nou, meer? wat ik denk dat het goed, echt een goal is... is dat je vooral niet alles letter voor letter uit je hoofd moet doen... maar dat je het echt met keywords kan opschrijven wat je wil vertellen... Ja. En ga maar vertellen. Als je fout maakt, maakt niet uit. Begin dan lekker opnieuw. Maar als je zo letter voor letter, woord voor woord gaat opdreunen, ja. dan voelt het niet meer als jezelf. En dan nee. ben je veel te veel uit je hoofd bezig en dan kom je al heel snel over als een robot. Het is weer een beetje die autocue, kunnen, ja. we, kunnen we bijna zeggen. Ja. Dan, dan kom je een beetje in eenzelfde type, type, type presentatie, kom je, kom je, kom je uit. Hey, laten we het even hebben over, over de lengte. Want dan, dan heb je op een gegeven moment dat je denkt, oké, okay, ik moet een ad opnemen, ik moet, moet zo'n video moet ik opnemen. En dan wil je natuurlijk echt alles in vertellen. Oh. Toch? Ja. Want je denkt, ik moet vertellen hoe oud ik ben, wie ik ben, waar mijn bedrijf zit, wat mijn bedrijf doet. Ja. Hoeveel ik verdien. Alles wil je er natuurlijk in hebben. Eigenlijk vind ik het niet zo interessant wat je allemaal doet. Ja. Ik wil eerder horen waar ik ga zijn aan het einde. Hoe precies vind ik niet zo interessant. Dezelfde van, ik, ik, ik wil gewoon die vis hebben. Je hoeft me niet te vertellen welk draadje en je, welk haakje je gebruikt. Nee. Ik denk dat daar de grootste valkuil zit voor ondernemers. Die willen alles vertellen. Ja. Stap voor stap wat hun plan is. 30 seconden is super kort, maar ik denk dat heel veel ondernemers wel de vraag hebben van ja, maar wat moet er dan in zitten in zo'n video? Wat ik zelf merk wat bij mij werkt en ook wat bij andere mensen goed werkt is dat je begint met herkenbaarheid. En dat is bijvoorbeeld het vertellen van een probleem. Wat is nou het probleem ja. dat jij gaat oplossen? Je gaat het probleem even kort aankaarten. Dan ga je vervolgens dat probleem nog eens vergroten. Wat gebeurt er als je dat niet oplost? En dan laat je zien Oké, okay, dit is de oplossing. En als je nu hierop klikt, dan zorg ik ervoor dat jij aan het einde af bent van het probleem en dus dat je verlost bent van alle zorgen. Dat is eigenlijk het, het, het riedeltje wat, wat in een sales video altijd terugkomt. Dus ja. dat is het. Probleem, probleem vergroten, oplossing. Oké, okay, dus dat is eigenlijk binnen elke branche is dit het allerbelangrijkste. Ja, als dat het heeft. En dan is het dus de truc dat je niet kokkie en te zelfverzekerd gaat overkomen. Nee. Uh, nee. En ik vind het altijd heel lastig, want je moet ook een soort geloofwaardigheid overbrengen ja. in zo'n zo wie ben jij dan om mij dit te gaan vertellen? Ja. Nou, dan kan je ervoor kiezen, zoals, Tja, Ruan om dat te vertellen. Ik heb al meer dan 4000 mensen geholpen naar een succesvolle business. En dat zal ongetwijfeld werken, maar ik vind het gewoon niet fijn om uit te spreken. Volgens mij heb jij dat ook. Ja. Wij doen het dan een beetje stiekem, dat we het in beeld laten verschijnen. Ja, Precies, door middel, door middel van tekst. Maar, maar wat wij soms ook doen, is dat wij ze ook meenemen in onze ervaring En dat werkt soms ook. Dus als je ja. zegt van joh, ik weet je wat, ik heb hier ook problemen mee gehad. En, en, en wij hebben er dan, wij zeggen dan, wij hebben meer dan 33 jaar ervaring. Waardoor wij heel vaak die fouten hebben ja, gemaakt. Ja, had in de naaste zin die we moeten uitspreken. Maar het is wel waar. Ja, ja, en uiteindelijk daardoor kunnen we jou behoeden voor de fouten die wij hebben gemaakt. Ik Bedoel, dat, dat, dat is iets wat wij ook vertellen. Ja. En dat zou, denk ik, een ondernemer ook prima in zo'n video kunnen laten weten van. Dit is hetgeen waarvan ik weet. Ik heb hier zelf vaak nog tegen aangelopen. Ik heb voor jou de oplossing. Ik kan je daarbij helpen. Maar het, ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat je echt moet vertrouwen in je eigen product. Maar daar wil ik ook bij zeggen: wij zijn hier op dit gebied. Weet je, er zijn vast mensen die iets anders doen, waarbij dit ook fantastisch werkt. Laat ja. dat vooral even weten onder in de comments. Leuk. Dat, we zijn heel nieuwsgierig naar jullie tactieken en ja. inzichten op dit gebied. Ja, en ik wil eigenlijk zeggen, mocht je nou op het punt staan om zo'n ad op te nemen, of je denkt nu van, ja maar dit moet ik eigenlijk gaan doen voor mijn bedrijf. Ik weet niet zo goed hoe of wat. Ik zou het hartstikke leuk vinden om, om dit soort video's ook te zien. Zodat we desnoods, mocht het nodig zijn... we mensen nog een klein beetje kunnen helpen. Want ja, nogmaals, dat ze ons uh, ja. kunnen laten zien van zo kan het ook. Ja. Ja. Dat zou ik ook wel leuk ja. vinden, inderdaad. Zeker weten. Um, dit was hem alweer, de presentatie podcast over advertenties. Ik vond het onwijs leuk. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Uh, en wat ik al zei, uh, heb je er eentje, stuur hem nou eens op. En het allerbelangrijkste wat ik erover wil vertellen... zorg dat je in je eigen product gelooft en anders... Niet doen. Val me dan niet lastig met jouw 30 seconden. Veel succes. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Bart. Tot volgende week. Tot volgende week.